Dit is het Stug Keijsjournaal met uw verslaggever CNN Sam. Het is donderdag 18 augustus, dag 4 van de Keiweek en het is tijd voor serieuze zaken. Politiek en wat zijn nou eigenlijk de verschillen tussen al die studentenverenigingen die deze stad rijk is? Tijdens een debat in Huize Maas voelen zij elkaar aan de tand. Vertel eens, Vindicat. Ja, Vindicat, nou, ik denk de grootste, de oudste en vind ik zelf de mooiste vereniging van Groningen. Hoe zit het met dat vooroordeel dat je een rijke vader moet hebben of een belangrijke moeder in de politiek of iets dergelijks? Daar is niks van waar. Dat klinkt klare onzin. Iedereen kan bij ons lid worden. Als je bij ons lid wordt, ten eerste flinke introductietijd meemaakt, waarin je direct vrienden maakt voor het leven. Maar daar gaat waarschijnlijk heel veel tijd in zitten in het begin, zeg maar. Hoe verhoudt zich dat tot de eerste studieperiode, zeg maar? Heb je daar nog tijd voor? Dat is wel een vrij intensieve periode, een hele leuke periode. Maar iedereen op onze vereniging studeert. We hebben 2000 leden, studeren allemaal en dat kan prima gecombineerd worden. Hebben jullie dan veel last van bijvoorbeeld het BSA of de langstudeerdersboete? We proberen er wel wat mee te doen. We hebben bijvoorbeeld een studiecommissie die probeert studenten die bij ons lid zijn geworden te begeleiden in hun studie. Extra materiaal te verzamelen voor ze, zoals samenvattingen, et cetera. We willen natuurlijk eigenlijk ook dat iedereen die bij ons lid is gewoon afstudeert. En dat hoeft helemaal geen probleem te zijn met het BSA. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, tijdens de Keiweek wordt natuurlijk ook het nachtleven van Groningen laten zien aan alle keilopertjes. Wij hebben een schitterend keigroepje gevonden dat ons met die kroegentocht mee kan nemen diep in de krochten van het Groningse nachtleven. Ik heb veel shortjes gehad. Deze avond in een paar woorden. Nou, zuipen, feesten, zoenen, meenemen. Dat heeft ze nog niet gedaan hoor. Dat heeft ze nog niet gedaan, zoenen. Oh mijn god, dat heb je wel gedaan. Back door cracked, we don't need a key. We get him for free. No VIP sleeve. Drink that Kool-Aid, follow my lead. Now you're one of us. You're coming with me. Ik zal je één ding zeggen, tik hem aan. Wij hebben een speciale band met onze kijf. Dat is hem, tik hem aan. Ik ben op tv. Ik ben op Keiweekjournaal. Ja, zoals het gaat met mooie feestjes, je raakt op een gegeven moment je vrienden kwijt. Ons keigroepje is er vandoor gegaan. Dat is wel een hele warme sfeer. We zijn inmiddels toe aan verkoeling, dus op naar de poolparty. Celebrate several weeks when the GM sweat. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let your worries behind. Exactly several weeks when something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the pool. But the answer was shut, you got to go to school. Ja, na de kennismaking met het Groningse nachtleven gisteravond is de donderdag in het teken van rust en ontspanning bij de poolparty. We gonna ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. Goedemiddag. Hi. Hoe gaat het hier? Prima. Ja, hoe is het water? Ben je er al in geweest? Nee, het is een beetje koud. Gaat het nog gebeuren vandaag? Denk ik niet. Ik praat nu al zo, dus dat kan niet beter worden als ik ook nog verkouden word straks. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City. And we take a little piece of Amsterdam, right? Hoe gaat het hier? Goed hoor. Ja? Ja. Beetje aan het chillen hier zo? Ja, het is koud. Het is koud? Ja. Nou, dat valt toch wel mee? Nee. Niet meer het water in vandaag? Ik niet. Misschien zo. Misschien zo. Misschien. Wat gaat er voor de rest nog gebeuren op deze donderdag? Patat eten. En dan slapen voor morgen. Wat zeg je nou? Dan slapen voor morgen. Nou, wel rust alvast. Bedankt. Hallo. Hoe bevalt het water? Goed. Koud. Heel erg koud, ja. Maar toch gewoon als een bikkel erin springen? Ja. Nou ja, nu niet meer. Nu niet meer, waarom? Nu ben ik er klaar mee. Nu laat ik de jongens in het water. Nou ja, er is ruimte genoeg toch? Ja, het is toch wel erg koud. Ja? Heb je zelf al in geweest? Nou, zoals je ziet, nee. Nou, kan. Het kan. Ja, ik kan nog het water in. Misschien nog dat gaat gebeuren. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocky, popping and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. Hé,
En met deze uitermate zonnige poolparty is de donderdag alweer ten einde gekomen. Dan kijken we even naar morgen, vrijdag, de allerlaatste keidag alweer van deze schitterende week. Het eindfeest in Martini Plaza. En daarvoor vindt een voorlichting plaats, Fatal Attraction geheten in de Pathé, over seks, drugs en rock'n'roll. Tot morgen. Holiday.